Het wordt een warme, hete zomer. Hoe gaat Vincent die zomer in? Ja, heerlijk. Ik ga lekker de zomer in. Ik heb leuke ideeën en ik ben wel blij dat ik hier weer op zo'n fantastisch evenement mag staan. Met al die mensen. Lekker zo. Het is ook lekker warm, dus ik ga lekker de zomer in. Maar heeft Vincent ook al nieuw werk klaar liggen? Want dat lijkt alweer een tijdje geleden. Het lijkt lang geleden en toch ben ik elke week wel met muziek bezig. Ik ben met een nieuw album bezig en ja, dat is heel apart. Er zitten leuke duetten op. Net iets anders dan anders, maar ook heel veel nieuwe liedjes allemaal. Dus dat is echt heel bijzonder. Ik ga een liedje opnemen met een. Heb ik opgenomen al met een rapper. En dat is een heel leuk liedje. Ik ga de titel nog niet verklappen, maar een heel leuk liedje waar iedereen zich mee wel kan identificeren. En dat komt eraan. Ik heb nog heel veel leuke muziek, ook zomerse muziek. En een mooi rustig nummer. Dat is eigenlijk een liedje van een boek. Dus een vriend van mij heeft een boek uitgebracht. En daar hebben we de titelsong van opgenomen. En het is echt een heel mooi rustige ballad geworden. En die komt ook op de cd. Dan komt er nog een liedje. Ik weet het allemaal niet meer zoveel. Een liedje van Django. Viva la vie. Daar ben ik ook erg blij mee. Zo ja, zoveel dingen nog. Nou zijn rustige liedjes vaak treurige liedjes. En wij kennen jou als de zanger met de vrolijke noot. Is het nummer van het boek, dat rustige nummer, ook eigenlijk wel weer een serieus droevig liedje of valt het mee? Het is eigenlijk wat iedereen wel eens meemaakt. Als je iemand verliest, iedereen maakt dat wel eens mee. Je kan niet alleen maar vrolijke muziek maken, want het leven is niet alleen maar vrolijk en positief. Al straal ik dat wel uit en ben ik ook wel zo. Maar je hebt af en toe wel eens een moment dat je denkt van nee, ik even een nummer om over het leven, bij het leven stil te staan. Dat het niet altijd maar voor eeuwig kan blijven duren. En dat is zo'n liedje als het liedje van het boek, de titelsong. Ja, dat is zo bijzonder. Ja, ik word niet gauw emotioneel van het liedje, maar gewoon het hele verhaal erbij. Dacht ik, ik was echt even beduust ervan, moet ik zeggen. Waar ging het boek over? Of waar gaat het boek over? Het boek gaat, de jongen die het geschreven heeft, die is zijn moeder verloren. En de vader van hem, die kan daar niet overheen komen. Die kan niet leven met die verdriet. En die heeft daar dus een tekst over gemaakt. En ja, daar gaat het eigenlijk over.